video in de serie video's met korte tips en trucs over Windows 10 kijken we naar een aantal sneltoetscombinaties in combinatie met de Windows-toets. Die zit op je toetsenbord. En met die Windows-toets kun je een heleboel handelingen sneller uitvoeren als je weet wat de afkortingen daarvoor zijn. En ik behandel ze nu niet allemaal, maar we lopen op alfabetische volgorde door een paar van die opties heen. En als je bijvoorbeeld begint met de Windows plus A toets, dan zie je dat hier het actiecentrum. Dus ik druk op mijn toetsenbord Windows, houd hem ingedrukt en druk op de A toets, dan zie je dat hier het zogenoemde actiecentrum aan de rechterkant wordt geopend. Dat kun je ook openen met dit dingetje naast de klok hier, dit icon. Dus daarmee kun je hem openen en daarmee kun je enkele instellingen kun je sneller bereiken. Dan kijken we in een andere video nog naar. Maar je kunt het ook doen met Windows plus A. En nogmaals, Windows plus A, die sluiten weer af. Dat is de A. Als je kijkt naar... stel dat je een heleboel vensters hebt geopend hier en ze staan op een gegeven moment allemaal over elkaar heen en het wordt een beetje een rommeltje en je denkt van nou, ik wil wel terug naar het bureaublad, kun je dat snel doen met Windows plus D. Dan worden alle, de D van desktop, worden alle vensters geminimaliseerd en als je nog een keer op Windows D drukt, dan worden de vensters weer teruggezet in hun oorspronkelijke positie. Maar het is eigenlijk een soort sneltoets om je bureaublad snel op te ruimen. Windows D. Als we weer een letter verder gaan, naar de E. Windows E opent als het ware de Windows Explorer, de verkenner. Dus je hoeft in dat geval, als je hier, ik heb nu meerdere verkennervensters geopend, die kan ik hier sluiten. Je hoeft niet naar dit icon toe of naar het startmenu en dan verkenner kiezen. Je kunt eenvoudig met Windows plus E de Explorer openen en dan kom je rechtstreeks in het venster snelle toegang en je kunt hier op de gebruikelijke manier de Windows verkenner bereiken. Nog twee andere sneltoetsen in deze video. Je kunt een overzicht krijgen van de prestaties en van je Xbox profiel als je werkt met games op je applicatie. Dat is de toets Windows plus G. Dus die druk ik nu in. En dan zie je eigenlijk dat dit is mijn Xbox item. Maar je vindt hier eigenlijk van wat zijn de prestaties. Hoe zit het met audio en spraak. En je kunt hier een schermopname maken. Dus dit is een soort handig tooltje. Windows plus G, dat heet de Game Bar, vandaar de G van games. Dus op het moment dat je op Windows G drukt, worden deze overlays zichtbaar. En met nogmaals Windows G of met Escape kun je die weer verwijderen. Maar dat is Windows plus G. Nog een letter verder. Stel dat je, dat is Windows plus I, niet de H, daar gebeurt niks mee. Maar Windows plus I opent snel het venster instellingen. Of in het Engels information. Dus Windows I, die opent snel mijn instellingen venster. Ook dat is weer puur een sneltoets. Het is exact hetzelfde als wanneer je kiest voor het startmenu openen. En dan hier naar de instellingen toe gaan. Dus precies hetzelfde, maar Windows plus I. Ja, die doet het ietsje sneller. Dus het is handig dat je die sneltoets ook kent. En dit waren zo wat sneltoetsen in combinatie met de Windows-toets van je toetsenbord.